Kathleen Aerts kennen we allemaal nog als de blonde van K3. Maar ondertussen leeft en woont Kathleen al enkele jaren in Zuid-Afrika. Aangezien ze met haar bedrijf Stevie Wonder Tours op het vakantiesalon in Antwerp Expo staat, is de zangeres even terug in het land. Wij gingen donderdag langs op het vakantiesalon, waar Kathleen bovendien nog een optreden gaf. Wel, Stevie Wonder Tours, dat is eigenlijk begonnen met Steven en ik. Ondertussen zijn we al uitgebreid en heel uitgebreid. We hebben zelfs een Zuid-Afrikaans meisje hier meegebracht naar het vakantiesalon. En hebben we versterkingen op de bureau en ook al een aantal vaste gidsen in dienst. En private drivers, dat is ook heel erg in trek. Want in Zuid-Afrika moet je links rijden. En zijn er ook heel lekkere wijntjes en dat is niet zo'n goede combinatie. Dus vaak boeken mensen dan gewoon een private driver bij ons. Ja, en Steven en ik, we doen dat echt... met passie. Het is een beetje begonnen als een hobby dat we reizen organiseerden voor vrienden. En het is nu uitgegroeid tot een heel druk en grote bezigheid toch wel. Wat is nu eigenlijk het mooiste aan Zuid-Afrika? Ik vind toch wel de vriendelijkheid van de bevolking. Steven en ik hebben het geluk gehad al van veel te mogen reizen in ons leven. En Zuid-Afrika steekt er voor ons. En dat is nu echt niet omdat wij reisbureau zijn, want we hebben zelf geen B&B of zo. Maar het is echt de vriendelijkheid van die bevolking daar, die gastvrijheid. Hospitality heeft daar echt nog wel betekenis. Je wordt daar overal met open armen ontvangen. Welk verhaal doet de ronde wat totaal niet klopt over Zuid-Afrika? Wat veel mensen zo hier vragen is of het gevaarlijk is. Dat is toch wel iets dat heel erg de ronde gaat. En dan zeg ik altijd in alle eerlijkheid, ik vind het niet gevaarlijker dan elders in de wereld. Ik vind overal moet je je gezond verstand gebruiken. Maar als je gezond verstand gebruikt, dan is het gewoon een fantastisch land om te bezoeken. En ja, we zouden daar ook niet gaan wonen, moest het daar levensbedreigend zijn. Ik woon daar met mijn twee kleine kindjes van 4 en 7. En we hebben daar een fantastisch leven. En vooral, het is daar zo licht, de zon schijnt. Ja, hoe zit het eigenlijk met de muzikale plannen van Kathleen? Ja, ik heb geen tijd meer om te zingen. Ik ben dus ook heel blij dat het vakantiesalon mij gevraagd heeft om hier nog eens te mogen zingen. Nee, het is, Stevie Wonder Tours is eigenlijk meer dan een fulltime job geworden. En we doen dat heel, heel graag. Maar zelfs optreden vind ik ook nog heel leuk. Maar grote muzikale plannen die zijn er nu. Maar je weet nooit wat de toekomst brengt natuurlijk, hè. Hebben jullie zelf nog dromen in Zuid-Afrika? Oh, wij dromen elke dag. Wij houden uiteraard heel veel van reizen. En dat is natuurlijk heel leuk als reisbureau, dat je dan ook het geluk hebt om heel veel reizen te mogen doen. Want alles wat wij aanbieden, hebben we ook zelf uitgetest. Dus dat is een goed excuus om heel veel te reizen natuurlijk. Dus alle wijntjes ook? Alle wijntjes nu, maar toch verscheidenen. Het vakantiesalon, nog tot en met zondag 28 januari in Antwerp Expo.